Goedemorgen, deze koude morgen. Ik ben al sinds gisteravond in Deventer met Sven. We zijn al 3 keer Mac geweest. Heeft even lekker gesopen. En we hebben natuurlijk nu een vuurwerkverbod officieel. Dus jullie moeten met categorie 1 gaan doen. Dus wij zijn naar de Action geweest om even categorie 1 te halen. En normaal hou ik er dus echt totaal niet van. En dan kijk ik de filmpjes ook helemaal niet. Maar ja, nu ben ik toch wel benieuwd wat het doet. Volgens mij helemaal niks. Maar goed, dan gaan we even testen. Je hebt natuurlijk heel veel winkels die categorie 1 verkopen. De Big Bazaar en Intratuin en de Action bijvoorbeeld zijn er al 3 van. Dit was nu het enige wat ze bij de Action hadden. Ze hebben echt tering veel. Maar ja, volgens mij stelt het ook niks voor, want het weegt ook echt totaal helemaal niks. Maar goed, we gaan wel even kijken wat het doet. Ja, zo. We hebben wel een prullenbakker erbij, dus dat is mooi. Want altijd wel netjes je zooi opruimen. Nou, wil jij knolert hebben? Nou, hoeft niet, man. Nee, die heb ik sowieso niet. We hebben hier... Het lijkt wel op die kauwgom van vroeger. Ik weet niet wat voor ellende dit is. Maar dit is gewoon een knetterlink. Er staat natuurlijk ook helemaal niks van. Ik pak even lekker een peukje erbij, dan doe ik het daar wel mee. Oeh, wauw. Ja, ik snap wel, voor kinderen is dat heel leuk, maar mensen ervaren hier al overlast van. Dat is echt best erg. Ja, hier moet je dus mee gaan doen, deze jaarwisseling. Ja, dit kan ook gelijk de prullenbak in. Gaan we maar weer gewoon verder. Ik zal het even niet meer op de tafel doen. Oh ja, deze zijn mooi. Deze moet je bovenop je shells gooien. Dat zijn die dingen die gaan flitsen. Die moet je hebben. Ik zou precies in de rook hier kijken. Oh, oké. Nou, ze gaan ook maar 1 seconde af of zo. Hij gaat nog verder. Er zitten 3 in, dus eigenlijk is het wel oplichterij eigenlijk. Het zal dezelfde tering zo zijn. Ja hoor. Hier nog 2 crackling linten. Dus het lijkt alsof je een heel pakket koopt, maar eigenlijk zit er gewoon steeds hetzelfde in. Aardig wat rook nu ook. Mensen gaan sowieso weer para doen. Als je die op elkaar legt, dan gaan die ook gewoon af volgens mij. Ik moet wel zeggen, het klinkt leuk in het bos. Ja, het gewoon wel mooi. Dat wel. Sterretjes hebben ook niks aan. Een pil cracker, nou. Zelfde ellende. Die harder gaat ofzo. Dat zijn fonteintjes. Ja, jongens, wel een ellende. Ik heb een nieuwe jas aan, dat is een beetje oppassen. Die prullenbak rookt ook, dat vind ik ook knap. Netjes. Ja. Dat is een irritante rodding. We hebben hier een collerfonteintje. Kijken wat dat dan mag zijn. Maar deze zijn wel een stukje groter. Ik zit dadelijk in de trein en dan stinkt hij naar rook. Ja.
Wel fel ook. Ja, het wordt wel een spetterend oud en nieuw dit, hè? Ja, dit zijn heftige vuurwerkjes. We hebben hier het firepuntpakket. Het ziet er iets serieuzer uit, maar ik verwacht er niet te veel van. Het is koud oké vandaag. Zo, niet normaal. Het is echt koud. Iedereen al kijken van wat is dit allemaal voor ellende, al die rook die er nu al afkomt. Mooi. Kinderen is dit wel leuk, maar condoleer jou vast met de komende jaarwisseling. Want dit is dus echt niet hoe jij een jaarwisseling in gedachten had. Nou, dit is dus de enigste leuke. De Blue Lagoon is dat. Dit was nou de eerste waarvan ik zei, oké, die is leuk. Ja. Ja, fantastisch. Dat is natuurlijk fantastisch. Dan heb je echt wel een spetterend oud en nieuw. Maar ik zou Peter niet zijn als ik natuurlijk nog iets moois had meegenomen. Dus ik heb hier echt Nigma's. Ja, Enigma is het. Dat zijn mooie dingetjes. Het schijnt eerst knetter voor te komen, maar dat werkt niet echt. Ik heb er nog een paar over, dus ga die nog even afsteken. Ja, dan loop je met een hond. Maar die... Nou, dit is dus hoe het niet moet. Wij steken gewoon vuurwerk af. En dan komt opeens iemand uit de bosjes met een hond. Oh. Nee, dat is ook niet echt wat ik wil. Want ik heb zelf ook een hond. Die heb ik ermee op leren gevoerd. En niet dat hij het fijn vindt uiteraard. Maar deze hond, die schoot aardig ervandoor, jongen. Die zag die kerel erachteraan gaan. dit is echt niet hoe je het wil hebben. Maar ja, dat kan gebeuren. Het is wel heel mooi hier. Het is weer een hele andere klap, hè? Zo. Het is weer heel anders. We zijn weer binnen, maar ik condoleer jullie alvast met je jaarwisseling, want met die categorie 1 is er echt helemaal niks aan.
We zijn nu nog even een spel aan het spelen op de Xbox. Dus, nou, dat was hem dan. En, heb jij nog plannen met de komende jaarwisseling? Nou ja, helaas geen vuurwerk afsteken dus. Nee. Nou, ik hou jullie natuurlijk niet tegen wat je allemaal moet doen. Tenminste, wat je allemaal zelf wil doen, dat moet je zelf weten. Dus dan, fijne jaarwisseling alvast.